Uh, Stijn Vreven, allereerst welkom bij NAC Breda. Hoe voelt het om trainer te zijn bij NAC Breda? Dankuwel en uh, ja, vooral trots. Blij dat ik hier sta. Uh, blij dat ik voorgesteld ben als, als de nieuwe coach. Uh, hele mooie club, uh, mooie uitdaging. Uh. Ja, ik kan niet wachten tot het morgen is. Dat ik uh, kan beginnen waar ik uh, hopelijk goed in ben. Maar vooral wat ik graag doe en dat is op het veld staan met mijn spelers. Kun je eens uitleggen hoe de afgelopen weken zijn verlopen voor jou? Hoe is het proces van je aanstelling gegaan? Uh, ja, het was toch wel uh, vrij onverwacht. Dat ik uh, denk twee dagen zoiets, uh, na het ontslag van Marines uh, een telefoontje heb gekregen van de technisch directeur. Uh, als we eens konden praten. Uh, dat eerste gesprek was een heel duidelijk goed gesprek. Uh, Hans kende mij uh, van de afgelopen jaren, vooral om tegen te spelen en met al mijn clubs waar ik getraind heb. Hebben wij bijna elk seizoen tegen, tegen Eindhoven gespeeld. Waar, waar Hans dan nog technisch directeur was. Zo kende hij mij. Uh ja, daarnaast uh, ben ik eigenlijk in een rollercoaster van gesprekken terechtgekomen uh, met alle mensen, van alle geledingen van de club. Uh, waardoor ik heel snel een beeld had van de club. Dat was één. Maar twee, ook een goed beeld uh, van de mensen. Uh, dadelijk een goed gevoel. Uh, we hebben elkaar kunnen leren kennen. De club, mij en uh, ik de club. Uh, dus dat waren hele constructieve, constructieve gesprekken ja, waar we allemaal een goed gevoel uh, aan hebben overgehouden wat uh, geresulteerd heeft in het uh, contract. Veel supporters kennen jou nog uit je tijd als voetballer, bij onder andere Vitesse, FC Utrecht. Je stond toen bekend als een vechter en een doorzetter. Is dat ook een kwaliteit die de trainer Stijn Vreven kenmerkt? Ja, absoluut. Maar dat is ook het enigste waar ik aan herinnerd word, wil worden als mijn, voor mijn carrière als speler. Dat is een afgesloten hoofdstuk. Iedereen kent mij daar wel van. Maar dat absolute passionele, het karakteriële, het mentale dat vind ik wel super belangrijk. Ik wil passie, drive en mentaliteit in mijn ploeg zien, maar dat is niet het enigste. Ik wil meer zijn dan een coach die alleen maar benadrukt van we gaan vechten. Ik wil ook een coach zijn die op voetbaltechnisch en tactisch gebied sterk is, die daar iets mee kan en iets mee wil doen. Ik denk dat ik in de afgelopen jaren bewezen heb dat ik ook met jonge elftallen. Want ik heb vooral jonge elftallen getraind. Bij Wasland Bever het jongste team in de reeks. Bij Lommel United het jongste team in de reeks. Maar ik vind uh, leeftijd is, is, is maar een getal. Uh, je kan heel jong zijn en toch volwassen voetballen. Dus uh, daarmee ga ik in de slag gaan. Maar ik wil meer zien dan alleen passie. Maar dat moet er wel altijd zijn. Uh, ik ken het DNA van de club, waar de supporters voor staan. Uh, dat begrijp ik heel goed. Uh, ik denk dat de supporters ook kunnen verliezen. Niet, niet graag, ik ook niet, niet goed. Maar het moet, de manier waarop is wel superbelangrijk. Ik vind dat mijn ploeg moet elke wedstrijd door aan het gaatje gaan om een goed resultaat te halen. Ik denk dat de supporters dat verdienen en willen zien. Maar daarnaast, nogmaals, is voetbaltechnisch tactisch voetbal ook superbelangrijk. Het moet een mix zijn van. Je kent Nak nog uit je tijd als voetballer in Nederland. Wat is je het meest bijgebleven van de club? Ja, vooral dat het moeilijke avondjes waren. Hè. Ik denk dat het, het avondje Nak is uh, legendarisch. Het is wereldbekend, uh, overal. Uh, maar je, kwam, je kon hier eigenlijk heel moeilijk punten komen halen. Hè. We hebben het nu over de, over de super goede tijd. Uh, waar mijn uh, collega-trainers, uh, uh, club iconen Rob Enders en Jelle Trouwen, uh, 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 deel van genomen hebben. Hè. De goede tijd. Uh, ja, zij weten wat de DNA is. Ik hoop ook dat zij dat nog meer. <coughs> Sorry, gaan overbrengen op, op mijn spelers. Uh, maar dat DNA moet bij elke speler, als je nu van, van België, Engeland of van waar dan ook komt, uh, dan moeten we er echt in krijgen. Uh, ik vind dat we daar nog meer gebruik van moeten gaan maken. Van die twaalfde man, die kritisch is wanneer het moet, maar ook absoluut ongelooflijk trouw is en achter de ploeg staat wanneer het kan. Dus uh, ik vind, dat moet uh, absoluut geen, dat moet niet als druk ervaren worden. Dat moet als positieve druk zijn, dat al die mensen voor hun komen kijken. Ja, en dat wil ik nog meer vertaald zien op het veld in uh, de ogen van passie, uh, mentaliteit, drive. Je hebt het al even over Jelle Terolla, Rob Penders, Jef de Bresser, dat zijn je assistenten. Uh, je hebt de selectie inmiddels ook in actie gezien. Wat zijn de verwachtingen van jou voor het aankomende half jaar en daarna? Ja, ik besef dat wij een hele jonge elftal hebben. Maar goed, het, het, het DNA van de club: de, 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 de jongens die mij, bij mij in de technische staf zitten, die hebben dat DNA ongelooflijk. Hebben de goede tijden van, van NAC meegemaakt in de eredivisie. Dus ik wil dat mijn spelers daar nog iets meer geïnformeerd door worden door die jongens. Doordat wij dat kunnen laten terugzien op het veld. Ik denk dat dat super belangrijk gaat zijn naar onze supporters toe. En ik hoop dat wij gevoel te kunnen herstellen tussen ons en onze supporters: het vertrouwen en het geloof terugkrijgen in een positief nak. Uh, het collectief verbeteren, meer duidelijkheid krijgen in onze spelstijl. Uh, Balbezit, balverlies, uh, dat er meer kapstokken zijn waar, waar ons elftal kan op terugvallen. Het goede werk, wat Marinus ook gedaan heeft, voortzetten. Maar daar mijn eigen accenten in uh, brengen en dan uh, is voor mij, kan alles. Uh, we moeten gewoon in de flow komen van terug wedstrijden winnen, dan wordt alles terug een beetje positiever en dan, dan kan veel, dan is de sky the limit. Dinsdagochtend de eerste training. Volgens mij heb je er zin in. Ja, absoluut. Ik kan niet, kan niet wachten om te beginnen. Uh, ook in dat kader van mijn spelers te leren kennen. Uh, mijn filosofie over te brengen. Uh, hopelijk wat... wat... Dat dat iets is wat we heel snel aanslaat, waardoor we heel snel succes kunnen hebben in de vorm van wedstrijden op constante basis winnen. We zijn goed vertrokken in die eerste periode, dus dat willen we heel lang aanhouden. Dus ik kijk uit naar onze eerste uitwedstrijd in Utrecht.